De COVID-19-crisis in Brugge was eigenlijk voor medisch-historici een uniek moment. Ten eerste omdat we voor het eerst een echte lockdown meemaakten, maar vooral omdat we reflectie konden maken naar alle epidemies die de laatste duizend jaar in Brugge de bevolking hebben geteisterd. We hebben nagegaan wat waren de belangrijkste waren, wat hebben we daaruit geleerd, met dan de grote vraag: hebben we dat toegepast? In de coronacrisis van vandaag. En in de lezing die we gaan geven daarover behandelen we die duizend jaar pandemieën, kijken we wat hadden we moeten leren daaruit, en kijken we hoe kunnen we nu uit die COVID-19-crisis unlokken. Dit brengen we allemaal in de lezing van Pest tot COVID-19. Nu we ons stilaan onttrekken met de moeite uit de eerste golf van de COVID-19-pandemie, is het het moment om eens terug te blikken op de laatste maanden van deze epidemie, maar vooral om een keer een reflectie te maken naar een millennium-epidemisch in Brugge en West-Vlaanderen. Met de vraag: wat hebben we daaruit geleerd? Met überhaupt de vraag: hebben we er iets uit geleerd? Want op een bepaald moment stonden wij we wereldwijd aan de leiding, jammer genoeg, in een klassement. Van de meeste overlijdens per 100.000 inwoners. Uiteraard was dat voor een groot gedeelte te wijten aan onze telmethode. Het was een vorm van Belgische zelfcastratie. We hebben nu wel meer dan 9.600 doden. We zijn derde in de rangschikking van de oversterfte. Maar het geheel heeft te maken met een zwakke communicatie en een, uh, uh, een zwak ingrijpen van negen ministers die verantwoordelijk zijn voor volksgezondheid. En daardoor, door die communicatie, staat België ook slechts op de 78ste plaats in verband met de onveiligste landen. Zelfs de ministers hebben gezegd, ja, het is een stuk absurditeit. En ik denk dat het het best samengevat is door Erika Vliegen, de voorzitter van De Geest, die gezegd heeft, als de ziekenhuizen hadden gewerkt als de overheid, dan waren er vandaag niet veel overlevenden. En het is zoals Emmanuel André ook uh, gesteld heeft, België is inderdaad zwaar getroffen door die COVID-19-epidemie, hoe we ook tellen. Waarom? Omdat we eigenlijk niet goed voorbereid waren. En zoals de Koninklijke Academie van België gesteld heeft, waren er in België twee COVID-epidemieën. Een epidemie in de algemene bevolking en één in de rusthuizen. Met een hoog sterftecijfer aan COVID-19, maar wat in de beginfase niet gekend was. En eigenlijk kunnen we al een pre-conclusie trekken uit wat hetgeen we gaan vertellen. Dat is: de ziekenhuizen hebben het fantastisch gedaan, de zorgverleners, artsen, verpleegkundigen, sanitaire hebben uitzonderlijk gepresteerd. Zij zijn de helden van de zorg. De woon- en zorgcentra hebben we aan hun lot overgelaten. Vijf op de tien overlijdens zijn in woonzorgcentra en zeven op de tien patiënten komen in de overlijdens uit woonzorgcentra. En dan voor de politici, jammer genoeg, de politici hebben op het sanitaire vlak een blunderboek geschreven, op het economische vlak hebben ze de zak opgelost door niet selectief de geldkraan open te zetten en al een helikopterdistributie te doen. De ziekenhuizen hebben het fantastisch gedaan met zeer snel een reorganisatie met het plannen van COVID-afdelingen. Maar het probleem was ook dat daardoor de reguliere zorg volledig naar de zijkant verschoven is. De woonzorgcentra hebben we inderdaad aan hun lot overgelaten. Want de afgelopen decennia hebben we in de woonzorgcentra vooral geïnvesteerd in Service, in Domotica. Maar niet in de zorg. We hebben te weinig mensen die hoog gekwalificeerd zijn daar. We hebben een opname van patiënten die multipathologie vertonen, die dement, die dement zijn. Uh, en er is ook geen echt crisismanagement. We moeten ook weten, qua overlijdens, dat de gemiddelde opnameduur in een zorgcentrum in normale omstandigheden maar anderhalf jaar is. Door de COVID-problematiek uh, is het sterftecijfer daar verdubbeld. 75% van de mensen die de laatste drie maanden in een woonzorgcentrum zijn overleden, is ten gevolge van COVID-19, waar er dus onvoldoende capaciteit was om aan sterversbegeleiding te doen. En dat is een van de grote opdrachten naar de toekomst toe: dat mensen op een menswaardige manier kunnen overlijden in een woonzorgcentra. Hoe kom ik tot dat verhaal? Omdat ik al 40 jaar mij inzet in het ziekenhuis voor de surgical side infections. Dat we zeggen. Voor de problemen die chirurgen sinds eeuwen hebben met het herstel van de wonden. Nu, wat leert ons de geschiedenis? De geschiedenis dat is een achteruitkijkspiegel die je nodig hebt om veilig vooruit te kunnen rijden. Een geschiedenis herhaalt zich steeds, maar niet altijd op dezelfde wijze. En dat is zeer mooi aangeduid door Frank Snowden, die zegt: kijk, in de 19e eeuw, met de industriële revolutie, is er een specifieke kiem geweest die ons getroffen heeft en vandaag in de 21e eeuw is de oorzaak de globalisatie. In de 19e eeuw krijgen we een versnelde verstedelijking. We gaan de mensen ophokken, maar ze hebben geen veilig water, geen riolering en dat is de perfecte omgeving voor een cholera brazil die zich verspreidt via fecaal orale weg, zeg maar via het verteringsstelsel. In de 21e eeuw hebben we terug een sterke toename van de wereldbevolking. We hokken mensen op in megasteden, maar we verbinden die dan nog via de luchtvaart, die een snelweg is voor COVID-19. En dan een typisch virus, die een virale longziekte is, die gaat zeer snel verspreid worden via de lucht. Nu, de vraag is natuurlijk: wat heeft het laatste millennium ons geleerd? En het voordeel is dat Brugge bijzonder boeiend is op dat vlak en vooral zeer goed gedocumenteerd is. Ik ga mij vooral berusten hier. Op het schema dat Johan Boelaert heeft opgesteld over de infectieziekten, de majeure infectieziekten, die in Brugge zijn voorgekomen. Infectieziekten waarvan men vroeger zei, het zijn pestilenties. En die worden verspreid door de lucht, het zijn besmette luchten. En veel van die ziekten zijn een straf van God. Er was geen kennis van de overdraagbaarheid van ziekten. En de eerste ziekte die er was. Die lokaal altijd aanwezig was, was Lepera, de melaatzaai. Dat was endemisch. En wat hebben we onmiddellijk gedaan? We hebben die mensen afgezonderd. We hebben er verstotenen van gemaakt. We hebben ze geëxpulseerd. Vooral omdat, ze, en dat is een beetje vergelijkbaar met nu voor de economie, zij waren een ginder voor de handelsactiviteit. We mogen niet vergeten, Brugge op dat moment uh, is een stad in volle uh, economische expansie. En uh, zoals James Murray stelt, Brugge. Is de wieg van het kapitalisme. Dus die mensen die waren een gevaar voor die economie. En zelfs de burgers werden buiten de stad uh, gebracht in uh, een uh, leprozerij, uh, waar ze zich konden inkopen. En dat was de leprozerij van de heilige Magdalena. Terwijl de armen. Die werden buiten stad geplaatst. Ze noemden die de akkerziekten. En die werden op vier plaatsen rond Brugge als een soort uh, lokale dorpen geplaatst. Ze mochten wel komen uh, bedelen in de stad. Daarvoor moesten ze een witte band dragen, moesten ze een stok bij zich hebben uh, en hadden ze een raad. Ik kom daar onmiddellijk op terug, want zij hadden dus dat bedelrecht. En belangrijk is voor die akkerziekten, zoals men ze noemde dat ze die stok bij zich hadden en dat is goed vergelijkbaar met de huidige physical distancing. Zij moesten zich dus zeer goed kenbaar maken en niemand mocht in hun omgeving komen. Daarnaast hadden zij ook een ratel bij. En ik maak de vergelijking met vandaag. Die ratel is een vorm van stigmatisatie. Dus het grote gevaar van de Covid app vandaag, dat houden we mensen zeggen: "Oh, die is gevaarlijk, die heeft Covid" of "die heeft Covid gehad." De eerste echte pandemie in het laatste millennium was natuurlijk de pest die start in 1349 komt uit vanaf de Zwarte Zee. Maar we hadden dat met regelmaat. Bijvoorbeeld in de 16e eeuw krijgen wij 30 pestepidemieën in Brugge. De eerste epidemie die start in 1347, die komt dus via de Middellandse Zee en Brugge wordt eigenlijk aangeduid als een vrij veilige plaats. Maar dat is niet helemaal juist. We hadden ook in die periode ook voor Brugge een mortaliteit, een sterftecijfer van 30 procent. En wie deed de verzorging? De verzorging gebeurde door cellenbroeders, cellenzusters, rode vroedvrouwen, reeuwers, reeuwigen. Dus ook in die momenten hadden wij, net als vandaag, mensen die zich inzetten, de helden van de zorg. Nu, de evolutie van die mortaliteit is belangrijk. In het begin sterft een derde van de populatie, dat weten wij. Maar nadien zakt dat ongeveer naar 4 procent. Want we zien dat er binnen in de maatschappij een resistentie is tegen de pest en immuniteit. En dat het vooral een kindersterfte is. We weten dat omdat op dat moment een van de grote organisatoren van de zorg Thomas Montanus is. Die ook een heel belangrijk boek, Pestis Brugana, schrijft over die pest. Wel, hij is het hoofd van de Kamer van Gezondheid. Daar zitten ook. Tussen aanhalingstakens, politici in twee schepenen. Maar er is een ondergeschikte rol voor de politiek. En dat is toch anders dan vandaag. Daar waren de medici die de leiding hadden, zowel binnen de organisatie als het operationele, waar de rode meester, de chirurgijn, de man met de, met de pestneus uh, en het pestmasker eigenlijk, de operationele zaken leidde. Mark vandaag heeft vandaag gezegd. We gaan naar, naar een van de best gedocumenteerde epidemies die er ooit geweest zijn. Wel, het is toch merkwaardig dat al in 1366 wij in Brugge beschikken over waarschijnlijk de best gedocumenteerde uh, pestepidemie. En dat komt door Pieter van den Drieste die eigenlijk alles genoteerd heeft. Waar heeft de patiënt het opgelopen? Waar woonde hij? Wanneer is hij in isolatie geplaatst? En daar weten wij dat voor die epidemie er maar een mortaliteit was van 4% en vooral bij kinderen. En dat is totaal anders dan nu met COVID. We hebben gestreefd naar een kudde maar die kudde zal er niet komen door de kinderen. We hebben de school gesloten, maar dat was eigenlijk niet nodig, want onder de 12 jaar hebben die kinderen met COVID weinig symptomen, maar ook een zeer geringe virusdistributie. Wat ook merkwaardig is, dat is dat in principe in het Sint-Jans-hospitaal geen uh, pestleiders werden opgelopen. Waarom? Omdat men... We wilden vermijden dat er interferentie is met de reguliere zorg, een reguliere zorg die we nu eigenlijk volledig hebben lamgelegd. Integendeel, de patiënten werden buiten de stad geplaatst aan de stedenvijver. dat is de localisatie ongeveer op het oude stadion van Club Brugge. Wel, daar werden de mensen gedurende 40 dagen tijdelijk in quarantaine geplaatst, tot ze eventueel genezen waren. Want dat is een van de fouten die we ook nu gemaakt hebben. Hè. We we hebben niet geïsoleerd de mensen die uit Wuhan gekomen zijn. De eerste werden niet geïsoleerd, dan is er een groep geïsoleerd. Maar vooral de mensen die uit Tirol teruggekomen zijn, zijn niet geïsoleerd geweest en zijn superspreaders geweest. Wat ze ook deden, dat is heel snel de stads- en de landsgrenzen sluiten. Ook daar zijn we vrij traag in geweest. De pest stopt ongeveer op het einde van de 17e eeuw en wordt vervangen door... Een ziekte die even moorddadig is, dat is de pokken. Uh, de pokken die vooral jonge kinderen aantast. Het was de grootste levensbedreiging na het beëindigen van de pest en zelfs Louis XIV is al negen jaar getroffen geweest door pokken tot grote wanhoop van zijn moeder die al zo moeilijk aan een kind was geraakt. En het is dan dat we de eerste therapie krijgen voor die infectieziekten, dat is de variolisatie door Jenner. Die dus observeert dat de melkmeisjes geen pokken kregen. En dus hij geeft die melkmeisjes. Vanuit, vanuit die redenering is hij gestart met koepokinhenting uh, bij de armen. Om dit syndroom naar beneden te drukken. Dus het gaat nog niet om een vaccin. Het gaat om een dierlijk uh, virus dat we inspuiten als een soort pre-vaccinatie. Want het is maar een vaccin die alles verandert. Maar dat kost tijd. Dat Het is hetgeen waar we nu op zitten te wachten met COVID-19. Het is wachten op een oplossing die een vaccin moest zijn. En dat brengt ons tot de nieuwste tijd. We komen in de 19e eeuw en daar heeft terug dokter Boulard een zeer mooi schema van gemaakt. Maar merkwaardig daarin is toch, we spreken vandaag van een uh, coronavirus. Wel, men gaat ervan uit dat ook al in 1889, 1890. Er is een coronavirus geweest, is, de Russische griep, die ook een miljoen slachtoffers heeft gemaakt. Maar als we naar die 19e eeuw kijken, is de grote boosdoener uiteraard de cholera. Maar er is een andere aanpak dan in het Ancien Regime. Uh, er zijn de hygiënisten en die twijfelen aan het miasmatisme, het overdragen via de lucht. Men gaat kijken naar het contagianisme, dat wil zeggen de overdraafbaarheid van ziektes tussen mensen. En we gaan in de eerste plaats hygiëne nemen als preventie voor die epidemieën. En de grote man in Brugge daarvoor is Isaac de Meijer geweest. Hij was gerurg geweest onder Napoleon, nieuwe ideeën. En is de man die in Brugge zal trachten iets te doen aan die cholera. Je moet dan rekenen dat in Brugge de helft van de populatie eigenlijk hulpbehoevend is. Brugge is een zeer arme stad. We waren in 1450 de rijkste stad van Vlaanderen. In 1850 zijn we de armste provinciehoofdstad. 80% van die mensen wonen in armenwijken en forten. En het, zoals hier in de Pruttelingen, 15 huisjes, 3 op 3,5 meter, 1 waterput, 2 latrines. Dus het is logisch dat je daar een grote overdraagbaarheid hebt via het spijsverteringsstelsel. Mensen krijgen braken, diarree, uitdroging, immuunsysteem wat valt, met een grote sterfte vooral. Eenmaal je het had, was de letaliteit, het overlijden, ongeveer 50 procent. Bijvoorbeeld op één nacht zijn in het fort Kattenpoortje alle inwoners gestorven. En wat heeft men gedaan als sanitaire maatregels, waterhuishouding verbeterd, woningdesinfectie, mensen in quarantaine geplaatst, onmiddellijk begraven zonder kerkpresentatie, denk aan de Italiaanse toestanden nu. Dus vooral gericht op de hygiënische infrastructuur. En wat doen mensen dan wanneer er geen geneeskunde is? Dan heb je nog de volksdevotie, want in een wereld zonder wetenschap zijn God en zijn geneeszijnigen de enige redplank. En wat hebben we dan gezien? We zien dat mensen gaan naar de noodgods in de heilige Bloedkapel. We zien het opduiken van, er staan er nog vier in Brugge, beelden van onze lieve vrouw van Salette... Salette is een, is een uh, stadje in Frankrijk dat vrijwaard is door Onze Lieve Vrouw van Cholera. Sint Macarius is in Brugge dan ook uh, verschenen. Maar heel opmerkelijk, de Heilig Bloedprocessie, die heel rigide uitgegaan is, ongeveer op dezelfde dag ieder jaar, heeft eenmaal een uh, bloedomhang gedaan, een Heilig Bloedomhang, uh, in 1859 in oktober, juist om Brugge te verlossen. Van de smettelijke en gevaarlijke ziekte die er dan was, zijnde de cholera. En dan krijgen we de lente van de geneeskunde. Care wordt cure, zorg wordt behandeling. Dankzij Semmelweis, de man die de handhygiëne vandaag een van de basis heeft aangeleerd, Louis Pasteur die aanduidt dat het niet om luchten gaat, maar om kiemen gaat. Die ook de pasteurisatie inleidt. Dat wil zeggen, als we voedsel gaan opwarmen, water gaan opwarmen, gaan we minder infecties hebben. Koch die echt aantoont dat er een onzichtbare vijand is, zijnde de bacteriën. En dan Joseph Lister, die ons leert steriel opereren, antiseptisch opereren, waardoor diepe chirurgie noodzakelijk wordt. Maar er is terug een oorlog nodig om dat allemaal in de verf te zetten en dat toe te passen. Want je ziet hier, zelfs in 1917 opereert men in het Sint-Jans-Hospitaal, de fameuze dokter Sebrecht, met blote handen en zonder maskers. En de enige winnaar altijd van de oorlog is de geneeskunde. Dan zijn we geëvolueerd naar asepsie. Dan bouwen we de eerste sanitaire barrière op de barrière tussen de zorgverlener en de patiënt, zoals het gebruik van chirurgische handschoenen. Chirurgische maskers die eigenlijk een gevolg zijn van de Spaanse griep. De Spaanse griep die hier woedde vooral in de uitloop van Wereldoorlog I tot 1920. En waar men maskers gaan dragen is in de eerste plaats om zichzelf te beschermen. Maar we hebben gezien, kijk, als we maskers en handschoenen gebruiken, is die overdraagbaarheid veel kleiner. Wat hebben we ook geleerd in die Spaanse griep? Dat is dat de tweede golf komt. Dan heeft men er moeten mee rekening houden dat na zo'n eerste golf er een latente periode is en dat het virus terug kan toeslaan. Jammer genoeg hebben we nu moeten meemaken dat we mondmaskers zagen gehad hebben. Iedereen wist dat we mondmaskers nodig hadden. Het verhaal is bekend, we hebben er een aantal vernietigd, we hadden er tekort in de zorg. We hebben moeten inzamelen, er zijn foutieve leveringen geweest, er zijn leveringen uit het buitenland geweest. Heel jammer, maar... Op een bepaald moment had men moeten weten, de exit uit de crisis zal moeten gebeuren, uh, met mondkapjes in de openbare ruimte. En dan heeft men gezegd: dit is sterk aangeraden, omdat we geen mondmaskers hadden. En we hebben zeer laat tijdig gestart met de autonome productie van linnen, uh, maskers. Niet tegenstaande, we wisten dat in de chirurgie wij tot het jaar 80 eigenlijk maar gewone. Linnenmaskers dragen die een hoge efficiëntie hadden, uiteraard niet te vergelijken met de meer performante. En ook de Belgische mode-industrie had zeer snel in het werk kunnen gesteld worden om maskers te uh, vervaardigen. En wie heeft dat allemaal gestandardiseerd in Brugge? Dat is professor Zebrecht. Die heeft die maatregels die we kenden uit Wereldoorlog I en de Spaanse griep uh, toegepast met zijn adagio, je moet steriliseren, maskers dragen, handschoenen dragen. Hij is er die ervoor zorgt in Brugge dat er echt een barrière ontstaat tussen de patiënt en de chirurg. Maar dat is uiteraard ook toepasselijk bij, bij alle grote infectieziektes. Hij bouwde operatiezalen gericht naar de Westerzon, met opendraaiende ramen. Dat is Hans anders dan de bouw die we nu zetten. Hij pleitte voor een natuurlijke ventilatie van buiten naar binnen, geen recirculatie. En dat is toch een les die we vandaag leren. Voor de huisvesting in 2020. Dat is dat luchtverversingssystemen, airco's, schimmels opstapelen, dat er allergieën uit voorkomen. Wat hebben we vandaag terug nodig? Dat zijn opendraaiende ramen, zonlicht die binnenkant, net zoals bij de operatiezalen van Zebrecht. En dat is een opdracht voor de nieuwe Vlaamse bouwmeester waarschijnlijk. Je had dus geen appartementen meer bouwen zonder balkon of terras. Want wat zijn we aan het doen? Mensen terug in grote gebouwen aan het ophokken. Met het grote gevaar, de virustransmissie. We moeten over nadenken hoe wij lockdown compatibel gaan wonen. En dan zijn we al een stuk in de uh, 20ste eeuw en dan hebben we vooral de opstoot van de tuberculose. Bijvoorbeeld in 1925 is een kwart van de patiënten in het Sint-Janshospitaal tuberculeus. En dan hebben we natuurlijk de, de pasteurisatie, die, die, die groot wordt toegepast om die melk te pasteuriseren. Zeebrecht gaat een aantal ingrepen doen op de longen. Maar belangrijk is dat we die mensen terug moeten gaan isoleren. En waar hebben we die mensen geïsoleerd? De hogere les voor vandaag: we hebben die mensen geïsoleerd in de bossen en aan de kust, aan de zee en in de bossen. Wat hebben we vandaag gedaan? Ministers hebben gezegd dat de speeltijd is over, de mensen mogen niet naar de zee en naar de bossen. Juist de open ruimte is de beste ruimte om te verblijven met een, eh, of preventief voor een infectieziekte. Waarom, kunnen we ons de vraag stellen, moesten parken en natuurdomeinen en speelpleinen dicht? Natuurrecreatie is juist optimaal. Er is weinig besmettingsgevaar in de buitenlucht als je uiteraard maar het respect voor de physical distancing volgt. Wat hebben we nog geleerd uit de tuberculose? Dat we aan brononderzoek moeten gaan doen, dat we moeten tracen, volgens een, een ringprincipe. Met wie is patiënt in contact geweest? Wel, nu waren we ook daar niet voor klaar. We hadden decennia al de ervaring over tuberculose, syfilis enzovoort, met contactonderzoek, maar dat is veel te traag ingeschakeld. Daar is men in Duitsland veel sneller mee gestart. Maar dan, op het einde van de jaren dertig, menen wij dat alles oplost. Uh, Alexander Fleming promoot de penicilline, die dan door de Tweede Wereldoorlog echt zal in productie komen, omdat men daar heel veel ledens, uh, levens mee kan redden. Het is zo dat het in de Tweede Wereldoorlog het tweede industrieel project was in de Verenigde Staten, na de ontwikkeling van de atoombom. En wat zien we na Wereldoorlog II? Dat is... Dat we te maken hebben met de poliomelitis. Een ziekte die niet zoveel doden gaf, maar vooral mensen met een fysieke handicap. Veel van onze 70, 80ers hebben nog steeds sequelae, restletsels van een poliobesmetting in de vroege jaren 50. Nu, wat hebben we daarvoor gevonden als redmiddel? Het vaccin. Ook vandaag zal het vaccin de redding moeten brengen, maar er zijn eigenlijk twee problemen met het vaccin. Ten eerste, we hebben de tijd van ontwikkeling, maar er zijn twee gevaren. Je ziet nu al dat er landen gaan hamsteren. We zien dat Nederland, Duitsland enzovoort eigenlijk aan vaccinnationalisme gaan doen. En ten tweede, als we dan de vaccins hebben, heb je het probleem van de anti-vaccersbeweging. Zoals in de Bijbelbelt in Nederland, die om geloofsovertuiging geen vaccin willen. Want wij moeten ervoor zorgen dat een voldoende aantal van onze, in onze maatschappij. Een immuniteit geeft tegen COVID-19. En dan zijn er die antibiotica, en we voelen ons safe. We bouwen nieuwe ziekenhuizen voor nieuwe medische technologieën, acht de machine aguerir, en we hebben geen nood meer aan een besmette afdeling. Waarom zouden wij nog een besmette afdeling hebben? Want we kunnen alles behandelen met antibiotica. En dat zie je zeer goed in de bouw van het AZ Sint-Jan in Brugge. In 1974 is het zo dat als je de maquette bekijkt, dat er nog een besmette dienst is. Die dienst wordt nooit gebouwd. En dat hebben we vandaag tekort. Herman Goossens is de eerste geweest om in Antwerpen te zeggen, ik heb een isolatieunit nodig. Maar wij vonden dat niet meer nodig door onze antibiotica. En dat is misschien een tip die de Chinezen nu al geven voor de toekomst. Moeten wij in de toekomst niet voorzien in modulaire ziekenhuizen? Want dat hebben we nu gezien met de COVID. We hebben onze ziekenhuizen moeten snel omvormen tot COVID-19 verpleeggeenheden, maar met een andere populatie. Nu, intussen, gaan we stilaan naar de 20 e eeuw. En er zijn een aantal zaken die ver van ons bed gebeuren. Ebola, GIF, SARS, MERS. Maar dat is allemaal ver, daar maken we ons niet ongerust over. We hebben wel sinds de jaren negentig een nieuwe vijand hier lokaal. Dat is wat we noemen de ziekenhuisbacterie. Die niet zozeer een ziekenhuisbacterie is, want die bacterie is ook zeer sterk aanwezig. Het is een multiresistente bacterie. Het is een bacterie die niet meer te bestrijden is met de klassieke antibiotica. Die is er vooral in nursinghomes en die is er vooral in de bio-industrie. Daar zit het grote gevaar. En daarom is het belangrijk dat we die niet in een ziekenhuis binnenbrengen. Want wanneer we die multiresistente kiemen in een operatiewonde krijgen, dan heb je een echt probleem. Dan zitten we met, wat ik in de inleiding gezegd heb, die surgical site infections. En dat hebben we geleerd daaruit. Dat is dat we een totale contactisolatie moesten maken tussen de chirurg en de patiënt op diverse wijzen. Dus we hebben... Net zoals na wereldoorlog 1, een tweede sanitaire barrière tussen de zorgverlener en de patiënt uitgebouwd. Wat hebben we nog gedaan? Dat is, we zijn gaan screenen. Alle patiënten die binnenkwamen in het ziekenhuis, die worden gescreend op multiresistente kiemen. Dat wil zeggen, ofwel zijn ze positief en worden ze gedecontamineerd en in isolatie geplaatst. Twee belangrijke begrippen. En het begrip was tegen multiresistente kiemen testen. Testen, testen. Uit Hans die hospitalstrijd tegen de nosocomiale infecties, hebben we eigenlijk een standaardisatie uitgevoerd van de sanitaire basisprincipes, wat we noemen drie tot de derde macht. Inderdaad, er zijn eerst drie domeinen. Je hebt de basishygiëne, sanitaire maatregelen, het testen en de isolatie. Daar hangt alles van af. Ten tweede, die basishygiëne bestaat uit handhygiëne voor de verzorgende douches enzovoort. Maskers dragen, uitgebreid tot shield screens, en physical distancing. En de regel, de derde macht is. discipline, discipline en discipline. Dat is het belangrijkste en dat is hetgeen wat we nu moeten bewaren. En wat zo moeilijk zal worden wanneer we opnieuw op reis gaan, wanneer we opnieuw de horeca open is. En dan in 2020 kwam inderdaad de corona. En ja, dat was eerst ook een ver van ons bed gebeuren. Dat verrassend. Snel dichtbij komt. Maar goed, we konden nog gaan skiën. En bij het terugkeer moesten we niet in quarantaine. En er moest niet getest worden. In de eerste plaats, omdat we geen testen hadden. En nu is de vraag: ja, wat hadden we uit deze epidemiegeschiedenis kunnen leren. in functie van de coronacrisis van vandaag? En het antwoord is eigenlijk te weinig. Wat moeten we eigenlijk doen? Dat is het toepassen van die sanitaire basisprincipes. die ik net komt te schetsen. Dus die drie tot de derde macht. Hebben we dat gedaan? Er is onmiddellijk inderdaad in de COVID-19-crisis de nadruk gelegd op de handhygiëne. Maskers hadden we niet. De physical distancing werd door het brede publiek zeer snel goed uitgevoerd. Want we wisten dat de virustransmissie bij COVID, die een ademhalingsvirus is, gebeurt via druppels, aanraking en aerosols. De tweede testen, 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 zoals de Duitsers, nee. We hadden in het begin geen test. Op een bepaald moment hadden we zelfs geen wissels om de testen af te nemen. Ten de derde, isolatie. We hebben niet geïsoleerd, heel beperkt, een aantal mensen in het militair ziekenhuis. De enigen die we echt geïsoleerd hebben, zijn de mensen in de woonzorgcentra, die sterfhuizen geworden zijn en voor de mensen die het overleefd hebben, met een zware psychische last. De woonzorgcentra zijn gewoon aan hun lot overgelaten geweest. We mogen niet vergeten. Ten eerste, zij hebben niet een normale patiëntenpopulatie. Er zitten veel dementerende patiënten. Ze hadden geen uitrusting. Ze hadden personeel dat niet op het niveau was om een hospitaalactiviteit uit te voeren. Mensen met zeer grote inzet voor de zorg, maar mensen die niet het niveau bereiken om stervende patiënten te gaan begeleiden. En de vraag die ons moeten stellen: is iedereen waardig gestorven in een woonzorgcentrum? Bijvoorbeeld, ze hadden geen testmateriaal. En ze hadden vooral geen zuurstof. Het zuurstof is weggehaald geweest uit de woonzorgcentra om die in te zetten in onze ziekenhuizen. Dus dat is een systeem wat we zeker moeten herdenken. Het is typerend dat bijvoorbeeld studenten van Vives zij moeten gaan inspringen in woonzorgcentra omdat zij gekwalificeerde mensen zijn die perfect de mensen die daar de zorg deden met een minimum aan materiaal... Sommigen hadden een, een beenhouders een schortje aan en, en een slecht masker, wel, zij zijn gaan inspringen in de zorg om die mensen te helpen. Zij zijn de helden van de zorg. Want het was vooral een probleem bij dementerende patiënten. We mogen ook niet vergeten dat in Hans onze COVID-19-problematiek het een survival is of the fittest. Niet uw leeftijd telt, wel uw biologische leeftijd telt. Je ziet dat er jonge mensen zijn van 78 die er doorgekomen zijn en oude mensen van 58 die gestorven zijn, omdat zij niet dezelfde weerstand hadden. Waar we ook gefaald hebben, is het contactonderzoek. We hebben het al gezegd, uit de tuberculose was het duidelijk dat we dit cirkelvormig onderzoek moesten gaan doen, dat we moesten kijken met wie is met wie in contact geweest en moeten we testen. Dit heeft een zeer slechte start gekend. Op een bepaald moment waren er meer contacttracers dan het aantal telefoontjes per dag. Maar het grootste probleem is eigenlijk geweest de malcommunicatie hè. Uh, door onze overheid. Hè. Natuurlijk zijn ze getroffen geweest door een moeilijk probleem. Maar er was in het begin de discussie: mogen nu met 999 zijn, maar niet met 1001. Men de eerste lockdown laat men gebeuren om 24 uur. Ja, dan weet je dat er lockdown-parties gaan zijn. Het bezoek in de rusthuizen is slecht geregeld, drones, dan de fameuze regel van vier en de bubbel van tien waar niemand zich aan verstond. Men is vooral politiek en vooral door het zuiden van het land Macron achterna gelopen. Het sluiten van de scholen, het afsluiten van de parken, niet naar het tweede verblijf. Niet tegenstaande Macron dan de verkiezingen wel laat doorgaan, die terug een superspreading event geweest zijn. Dus nu soms algeer, ja, ja, het is moeilijk inderdaad. Uh, ter ontlasting van de politici wil ik toch stellen dat zij moesten met 50% van de data een 100% beslissing nemen. Wetende dat geneeskunde geen wetenschap is. Geneeskunde is een empirie, het is waarneming en ervaring. Maar de communicatie is niet goed geweest. Er was geen eenduidend beleid. En daardoor verlies je discipline. Hè? Uh, als een boetade, de kwaliteit van de beslissingen was dikwijls analoog met die van de uh, PowerPoint en de persconferentie. Dus een beetje surrealistisch en je kunt daarmee lachen. Maar vandaag is het grote probleem dat je daardoor juist de discipline in de populatie verliest. Dat is het omgekeerde met wat in Nederland gebeurt. Ze heel duidelijk rechtlijnig. Misschien zijn ze meer calvinistisch. Uh, de zaak hebben doorgetrokken en gecommuniceerd met hun intelligente lockdown, anderhalve meter maatschappij enzovoort. Natuurlijk kies je voor een model. België heeft gekozen voor een bijna virologisch-mathematisch model, terwijl de Nederlanders eerder voor een klinisch, ja, pragmatisch lockdown model gekozen hebben. En we gaan kijken waar de beste uitkomst uh, is. En dan de exit. Nu zijn we een deel uit de exit aan het gaan. We gaan uit die eerste golf. Natuurlijk, wij moeten die tweede golf gaan vermijden. En waar moeten we vooral op letten? Dat is dat we geen superspreading events organiseren. Tweede hol, net zoals de eerste. Het probleem is altijd de bottleneck. En de bottleneck is de intensive care. In België telt 1900 intensive care bedden. Dat is heel wat. Maar uh, we mogen boven die capaciteit niet gaan. We mogen niet vergeten, wij komen. In die statistieken wereldwijd slecht uit de COVID, niet tegenstaan we over een van de meest performante medische systemen in de wereld beschikken. Superspreaders, wat zijn dat? Dat zijn de mensen die echt de virussen gaan verspreiden. We nemen aan dat 20% van de populatie de andere 80% verspreidt. Dus de verspreiding gaat zo van iemand naar individu, maar één individu kan heel veel uh, patiënten veel, veel meer. ...anderen in de maatschappij gaan besmetten. En wat nu? Natuurlijk, het grote probleem wordt het openen van horeca, festivals enzovoort. Hè. Uh, het gevaar dat daarbij dreigt, is vooral de afname van de discipline. We weten bijvoorbeeld van die superspreaders... ...dat in Boston de verspreiding gebeurd is vanuit een congreszaal. Daar is de haard geweest. Daar hebben airco-systemen ervoor gezorgd dat er aerosoles ontstaan zijn en dat een groot deel van de populatie besmet is wij moeten superspreading events gaan vermijden wat zien we dat in de detailhandel die veel sneller had kunnen opengaan dat men vrij gedisciplineerd maskers is gaan gebruiken plexiglas screens we zien in hospitalen dat heel veel face shields worden gebruikt face shields die het betere alternatief is samen met een masker Mogen niet vergeten, face shields is iets wat we in de chirurgie al gebruiken sinds 1995. Ook in alle contactberoepen had men moeten verplichten om face shields te dragen. Willen we die anderhalve meter samenleving acht doen slagen, dan moeten wij die physical distancing respecteren, maar ook zoveel mogelijk zorgen dat er een mechanische barrière is tussen de individuen. Wat we niet hadden moeten doen, dat waren uh, de Crèches, de kleuterscholen enzovoort uh, sluiten. Want nu hebben die kinderen inderdaad een leerachterstand, maar ook een belangrijke psychologische impact van die uh, sluiting. En het is zoals uh, microbioloog Herman Hoogstens gezegd heeft: kinderen zijn geen risico voor ouderen. We hadden ook de jeugdsport nooit mogen uh, stopzetten, maar geen gebruik maken van de kleedkamers, de douches, cafetaria enzovoort. Dus jeugdsport moest niet gecanceld worden. Wat we wel moeten doen, dat is in de publieke plaatsen maskers gaan gebruiken. Niet alleen in het openbaar vervoer, maar ook in alle binnenruimtes. Vandaar de moeilijke communicatie van onze regering geweest. Het is ten stelligste aangewezen van een masker te dragen. Nee, men had rechtlijnig moeten zeggen openbaar vervoer, openbare ruimtes, binnenruimtes, mondkapjes dragen. Natuurlijk blijft dan het probleem op reis gaan. Wanneer vliegen we? We vliegen sinds deze week. Beperkt, wat gaat het cruise-toerisme geven? Vliegtuigen zijn een stuk de uitzondering geworden op de physical distancing. We gaan moeten kijken als dat werkt, als we die toegeving kunnen doen in functie van die fameuze aerosolus door de luchtverversingssystemen. Wat is de toekomst van het toerisme? Zowel in Brugge als in Venetië hadden we toeristen te veel. Men in Brugge sprak men niet over toeristen, maar over terroristen. We hebben meegemaakt dat we vandaag het verstilde Brugge zien. Uh, en zowel Venetië als Brugge die hopen dat er een revival van het toerisme komt. Uh, en misschien heeft er zich een probleem spontaan opgelost. Brugge klaagde over het cruise toerisme. Wel, misschien heeft dat zich opgelost, want wanneer gaan terug? de derde en de vierde generatie nog reizen gaan ondernemen. Hetzelfde deze zomer voor het strand. De kust, dat is veilig, dat is goed. De vraag is, op het strand, gaan we er inderdaad in slagen om voldoende discipline te houden? Hè? Gaan we moeten gaan naar het systeem wat de Fransen toepassen? Dat is een plaagdynamiek. Je kunt op het strand, maar je moet bewegen. Je kunt niet zonnebaden. Maar het probleem blijven de grote events. De horeca, de sportevents. En de festivals. Dat is het basisprobleem met superspreading. We gaan proberen een ronde van Frankrijk te organiseren. Zal dat gaan, vraagteken. We spelen voorlopig met gesloten deuren, want we mogen niet vergeten: in Italië is een van de zeer grote superspreading-events geweest: de fameuze wedstrijd Bergamo-Valencia. Met als gevolg dat in Bergamo er een massale uitbraak geweest is van COVID-19. Maar ook de Brugse derby is een probleem geweest. Heel veel mensen die juist terug waren uit Tirol zijn naar de Brugse derby geweest en hebben elkaar daar besmet. Ja goed, we gaan spelen zonder supporters. Ja, maar quit de samenscholingen van supporters. Quit als er één ploeg uh, in quarantaine moet. Dat zijn problemen die we gaan moeten oplossen en bekijken de volgende maand. Als we terugkijken op de COVID, hebben we niet alleen de fysische problematiek. Hè. We, hebben, we zien dat er ook psychosociaal belangrijke uh, letsels zijn. Hè. Heel veel angst, depressies, uh, scheidingen enzovoort. Hè. Om niet te spreken van het psychologisch kerkhof die corona heeft aangericht in de woonzorgcentra door wat de ouderen gaan noemen zijn de ophokplecht. En dan komen we stilaan tot besluit, dan kijken we nog eens in ons achteruit. Kijk in spiegel, en dan zeggen we de ziekenhuizen hebben het fantastisch gedaan. De zorgverleners, dat zijn de helden van de zorg geweest. De woon- en zorgcentra aan hun lot overgelaten. De politiek heeft gefaald, dat moeten we durven stellen. En er is dringend nood aan een reimagine. We moeten naar het nieuwe normaal. Ja, wat is dan het nieuwe normaal? Het nieuwe normaal tot aan het vaccin, dat wil zeggen in de eerste plaats, ja. Geen handen geven, niet kussen. En zoals Peter Piot zegt, we gaan zeker een, uh, tot het vaccin niet normaal kunnen leven en mondmaskers moeten dragen. Ook in de economie gaan we een aantal zaken moeten bekijken. Uh, de korte keten-economie, in de landbouw, buffers opbouwen. En dan is de vraag, gaan we naar een demondialisering of naar een remondialisering? Dat wil zeggen een herschikken. En het is zoals de Nederlanders zeggen, we gaan ons uit die crisis moeten investeren. Misschien moeten we ook anders gaan leven post-corona. En moeten we keer durven denken aan... Denk aan de verlaten autostrades die we gekend hebben tijdens de lockdown. Ja, moeten we een keer niet denken aan het onthaasten via autoloze zondagen. met ontwikkelen van lokale initiatieven, wat nu al gebeurde. En de finale vraag is: is deze pandemie de intro op het Anthropocène? Wat is het Anthropocène? Dat is eigenlijk de overgang van het Holocene naar het Anthropocène. Het tijdperk dat eigenlijk de menselijke activiteit, de natuur. Het klimaat bepaalt. We gaan naar een wereldbevolking vorig jaar van 7,7 miljard. Dat, is, dat moet stoppen en het enige vaccin daarvoor is de pil. Maar evangelische kerken, het Vaticaan, moslimfundalisten zijn daar tegen. Maar we nemen meer en meer ruimte in. We nemen de buffersystemen in. En het is zoals wijlen professor-filosoof Etienne Vermeer zei... ...dat wij door de overbevolking iets op ons zouden krijgen. En hij heeft gelijk gekregen. Want... We moeten er ook mee rekenen, we zijn met meer. Maar de mens wordt niet ouder, maar we leven allemaal langer. En wat worden de problemen van het Anthropocene? Trinkbaar water, de vervuiling, de energieuitputting. We putten bepaalde elementen van de tabel van Mendeleev uit. Duurzaamheid. En dan de klimaatopwarming. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet alleen te maken heeft met de CO2-problematiek, maar ook met de theorie van Milankovic. Die zegt, kijk, de aarde gaat zijn as veranderen ten opzichte van de zon. Ook de, e de, e de eclips die, die de aarde maakt rondom de zon verandert. Dus een belangrijke maatregel, een belangrijk feit. En we zien dat dat reeds is opgetreden in onze recente geschiedenis, in dat laatste millennium, in wat we noemen de middeleeuwse warmteperiode. Het is door die middeleeuwse warmteperiode dat in Noord-Europa, Noordwest-Europa, Noord de steden zijn kunnen ontwikkelen. Omdat door de opwarming die landbouw in staat was van die steden te gaan voeden. We zien dat daar zeer mooi, hè? die steden ontwikkelen zich. Mensen gaan naar de stad en dat komt een stuk door die middeleeuwse warmteperiode, die dan zal gevolgd worden door de kleine ijstijd. En als we dan zeggen opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegel, ja, dan uh, misschien is een is een leuk scenario als het zeven meter stijgt, dan komt de zee terug tot in Brugge, zoals het zo mooi werd voorgesteld in de voorlaatste uh, triennale. Maar natuurlijk, de vraag die zich dan stelt, is: gaan we geen massale migratie krijgen en krijgen we nog een grotere densificatie van de populatie in de gebieden die een gemiddelde temperatuur hebben van 13 graden? Dus mensen nog dichter op elkaar, met het gevaar dat er nog een grotere druk is op de ecosystemen. En dat kan aanleiding geven aan een nieuwe pandemie. En experten zeggen dat de volgende zou wel eens kunnen uit het Amazonegebied komen. Vandaar eigenlijk de stupide discussie die we gehad hebben over dat katje waar we weten dat hondsdolheid een van de gevaarlijkste en meest dodelijke virussen is, waar we zeker geen risico mee moeten nemen. Komt daarbij de mens zelf. Hè? We zijn bezig met artificiële intelligentie gaan ontwikkelen. En er is vandaag discussie ja, is dat COVID-virus: komt dat van die, uh, uit die grotten rond Hoe gaan? uit die vleermuizen, of komt het door menselijke manipulatie? Wel, in de toekomst gaan zo'n zaken toenemen. En bestaat de kans inderdaad dat we ja, virussen gaan ontwikkelen met een zeer grote resistentie. En dan is altijd de, de finale vraag, wat Midas Dekker zei, van de miljoenen diersoorten die er ooit zijn geweest, is er nooit één geweest die zich blijvend heeft kunnen vestigen als geest op de wereld. En dit zal ook de mens niet lukken. De vraag is dus... Zal de Vitruviusman, de man van Leonardo da Vinci, hè, zal zijn navel het middelpunt van de wereld blijven, al dan ja, al dan nee? Besluit, ten eerste, het COVID-virus is de wereld nog niet uit. De ene zegt we moeten ons klaarmaken op het achtertweede half. Peter Piot die stelt ja, maar goed, het zal meer zijn met lokale opvlakkeringen. En de eindvraag in zo'n scenario is, hebben we iets geleerd uit die COVID-19-virus? Hebben we een strategie voor die tweede golf? Want we kunnen ons nog sociaal, nog economisch, een tweede totale lockdown permitteren. Experts zeggen, ja maar we doen onvoldoende daarvoor. En zelfs Erika Vliegen zegt, het is zorgwekkend, hoe traag de overheid zich voorbereidt op een tweede golf. Want als we dat niet doen, dan gaan we toch naar Aken moeten gaan. In Aken is er Sint-Corona, die bewaard wordt, de relieken worden bewaakt in de dom van Aken. En dat is de patroon, eigenlijk voor het doorstaan van de epidemie. Maar ik hoop dat we tegen dan betere alternatieven hebben. Want wat hebben we geleerd? De geschiedenis herhaalt zichzelf. En er is een prachtig gedicht uit 1869 die zegt: en het is toepasselijk op nu. And people stayed at home, dat kennen we. And read books and listened. And they rested. And they did exercises. And made art and played. En het gaat verder. And they made new choices. And dreamed of new visions. And created new ways of living. And completely healed the earth, just as they were healed. En ik hoop dat we allemaal healed uit uh, deze coronacrisis corona mogen komen.